Vandaag ben ik hier met een plugin die het toelaat om heel eenvoudig simpele foto's binnen te halen op jouw server, wel voor versie 1.8. En dat ga ik jullie vandaag gaan laten zien met deze plugin. Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met de plugin Frame Picture. Een plugin die nog altijd voor versie 1.8 is. En niet voor de nieuwste versies van 1.12 enzovoort. En deze plugin tutorial is vandaag aangevraagd geweest door Hotsie Knotsie. Wil je een tutorial doen over de Frame Picture plugin? En dan ja, de link erbij. Dus dat is heel veel bedankt voor de link erbij te zetten. Dus vandaag ben ik hier dus met de Frame Picture plugin. Het is een heel eenvoudige plugin. Je downloadt deze via de Download Now knop en je klikt er ook op de protocol lib, want je moet erbij ook nog protocol lib voor hebben. Nu, één dingetje wil ik al direct gaan bijzeggen. De Minecraft versie is 1.8, dus ik speel het ook op een server van 1.8. Maar omdat ik de laatste tijd heel veel plugin tutorials doe voor de versie 1.12.2, werkt deze eigenlijk totaal niet op zo'n server. Zelfs al heb je andere plugins er ooit ingezet of heb je je server ooit al eens opgestart in 1.12, werkt deze niet, dus ik ben volledig opnieuw moeten beginnen met een volledig lege server. Dus dat is al een nadeel. Oké, maar ja, we hebben dit dus allemaal geïnstalleerd. Je start je server op en dan kan je iets doen zoals dit. Zoals je dus kunt zien, kun je foto's binnenhalen. En ik heb een beetje zelfreclame, want ja, dit is mijn eigen YouTube-kanaal. En dat is dus TBG, oftewel de Belgium Games. En zoals je dus kunt zien, kun je dus de afbeeldingen heel makkelijk gaan binnenhalen. Nu, wat en hoe werkt dat? Eigenlijk als volgende, je hebt een itemframe, je plaatst het itemframe. Hieronder typ je dan FP van frame picture en dan gewoon set. FP set. En dan een URL. De URL bij mij is de foto die we hier hebben staan. En als ik eventjes op internet ga, dat is deze foto van mijn Twitter. Zoals je kunt zien, TBG, trouwens ja, ik heb Twitter, staat hieronder allemaal als linkje in de beschrijving. Dus hetgeen wat je dan moet doen, is die link meegeven. Ik klik op enter en er staat erop, please click on the frame. Ik klik op de frame, het gaat eventjes duren en dan haalt hij deze foto af. Eén nadeel, zoals je al direct kunt zien, ik heb er rechtermuisknop op geklikt en dan gaat, ja, dan gaat die foto precies weg. Om een of andere reden, als je rechtermuisknop op een foto klikt, gaat hij weg. Omdat hij wil niet gaan draaien, dus dat vind ik heel onnozel. Dus dat is ook al een nadeel. Plus het is een 1.8, dus ja. Nu, wat je ook kunt doen, is de foto's of de afbeeldingen veel groter laten tonen. Zoals je hier hebt, dus een hele grote afbeelding. En hoe heb ik dat gedaan? Ik ga deze eventjes verwijderen. Of zoals hier, een vierkant. Je kan dus meerdere plaatsen. Je doet dan het volgende commando, slash fp multiset. Multiset moet ik gebruiken, fp multiset. En dan daarna gewoon ook weer de URL en de zon schijnt goed. Het is lekker warm buiten, nou dat loopt er niet, maar... Dan fp multiset met de URL, rechtermuisknop op één van deze en hij berekent zelf de grootte. Kijk eens aan, de grootte is bepaald, dus we hebben nu een eigen foto die zelf op de grootte is geplaatst. We kunnen dan ook de itemframes terug verwijderen en dan kun je ook eventueel een hele grote maken. Nu, een voordeel is dat het heel makkelijk om binnen te halen is. Een nadeel misschien is dat het echt nog altijd een 1.8 is en ik heb ondervonden dat het niet werkt met sommige plugins. Dus daarom dat het ook nog heel storend is. Plus je kan er GIFs, maar geen geanimeerde GIFs opzetten. Of GIF. Je kunt er PNG's en JPEG's opzetten. Dat kan je allemaal gaan gebruiken met deze plugin. Plus ook alle talen hier zijn zowel in het Engels, Duits, Frans, Tsjechs, Duits... heb ik al gezegd, Nederlands, Deens, Russisch, Portugees. Dus die talen kan je ook nog allemaal binnenhalen. En dan kom ik eigenlijk nu bij de config-file. De plugin zelf heeft verschillende config-files, drie verschillende en ook de images-file. Hier staan alle foto's op en, zo doet hij dat dus. Oké, ja. Inderdaad, dit zijn alle foto's die ik al heb binnengehaald. En als je zo een, zoals dit doet, dus met 6, dan krijg je telkens een stukje van de foto. Dat wist ik niet. Oké, dat is wel chic om te zien. En een lol foto. Dus je kunt dus zien dat hij het zelf voor jou gaat insnijden. Dus we gaan deze drie config-files open doen. En in deze config-file staat het volgende. Ja, dat mag aangepast worden. Dat staat auto-size. Moet het automatisch aangepast worden naar de grootte van een itemframe? Ja of nee? Moet het in het midden geplaatst worden en moet het wel degelijk aanstaan? Ja of nee? Moet men er geld voor betalen als men een eentje wilt aanmaken? Dat kost dan 10 euro, maar dat staat standaard uit.
Moet het met WildGuard beveiligd worden, dan kan je dit op True zetten en dan staat hij aan met WildGuard. Dus dat vind ik wel heel handig, dat het met WildGuard kan. The frame is remove image when frame destroyed. Dus als de foto moet verwijderd worden bij de images, dan ga je dit ook op True kunnen zetten. En dit is frame loader, dat is om de frames te gaan laden. We hebben dan de verschillende frames. Dit zijn eigenlijk al die foto's die je hebt geplaatst in de hele wereld, zoals je hier kunt zien. En dan hebben we als laatste ook nog messages en hier kan je alle talen gaan aanpassen. Ik ga eventjes kijken naar de Nederlandse taal, hoe dat eruit ziet. En dat gaat nu geopend worden. Ja, hier zijn ze. Dus dit is de messages, die gewoon in de messages Dutch. Dus wat je kunt doen is eigenlijk dit volledig gaan kopiëren en hier gaan inplakken. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat je kunt doen. Nu bij de messages staan gewoon alle berichten die je kunt hebben. Zoals frame infos, ID, current entity ID, URL enzovoort. En no picture prefix en zo kun je ook allemaal hier gaan aanpassen. En dat is de hele plugin. Dus het is een piep in een mini klein pluginnetje. En ja, omdat het toch de marathon is en ik nu eigenlijk al... Nu dat het vandaag woensdag is, voor mij is het dinsdag, voor jullie is het woensdag dat deze video online komt, is er eigenlijk morgen normaal gezien de Treincards plugin. De hele grote plugin die mij 2 dagen kost om voor te bereiden. En daarom dat ik deze op donderdag heb gezet wanneer ik naar de Efteling ga. Dus eigenlijk als jullie deze video kijken ben ik de dag erop naar de Efteling. Dat had ik misschien eerder moeten zeggen. Maar ja, we zijn dus op het einde van deze video gekomen. Ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een zwart duimpje omhoog te doen. Ook in één keer dat abonneerknopje aan te raken. En natuurlijk niet vergeten dat belicoontje aan te raken. Want dan krijg je een notificatie wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens. En ik zie jullie bij een volgende video. Doei!